Had ik echt zo niet. Ik ben Mark en ik ben de vlag weer met Prison Architect. Vorige aflevering ben ik hier gebleven en we gaan vandaag even kijken. Nou, ze zijn hier sowieso nog bezig met de muurtjes als het goed is. Even kijken. Waarom zijn de muurtjes hier niet geplaatst? Echt, alles is geplaatst behalve deze muren hier. Really? Oh ja, ze zijn al wel bezig met het water hier. Maar ik wil deze aflevering even gaan zien wat even handig is om te gaan bouwen. Want we hebben nog wel een aantal ruimtes die we nog kunnen gaan maken. En nou ja, cellen dat is op het moment nog niet echt nodig. Ik denk dat we meer richting de winkel en de postkamer gaan deze aflevering of zo. Misschien wel een ander idee. Postkamer, winkel, dat lijkt me. En misschien ook nog de bibliotheek. Dat lijkt me nog wel verstandig om te hebben. Hoeveel gevangenen komen er eigenlijk aan? 230 kunnen er komen. Ja, even zien. Ja, scherpschutters, die hebben ook nog een keer nodig. Oh ja, we wouden die veilige omheining even nog plaatsen. Dat klopt. Dus dat kunnen we dan nog wel zo dadelijk doen, wanneer het dag is. Dan gaan we nou alvast eventjes kijken hoe we dat nou precies allemaal gaan doen. Als we hier bijvoorbeeld gewoon nog een gangetje laten maken. En dan bijvoorbeeld, zeg maar wat... Hier de winkel met aan twee kanten gewoon dat je daar dingen kunt halen. Dan is dat op zich behoorlijk handig. Even zien, dan maak ik er nog 10 langer. Zoiets. En dan maak ik hier nog een ruimte waarbij we dan hier weer een gangetje hebben. Dus dan moet deze eentje langer. Zo. Nee, niet zo. Zo. Dit mag wel gelijk even weg. En dan kunnen we altijd nog een beetje naar boven uitbreiden, mocht het nog eens een keer nodig zijn. Voornamelijk hiermee. Dat gaat natuurlijk ook nog een keer gebeuren. 2 opsloten, 1 lijk. Het mortuarium zit er niks, dus... Eens even kijken, hoe gaan we dit dan nog eventjes... Want, even zien, staat het hier toevallig ook nog bij? Nee, nog niet. Maar misschien natuurlijk als er wat meer mensen zijn. Dat het natuurlijk wel handig is. Ja, zoiets. Oh nee, niet zo. Dat we dat wel ook gelijk voor deze doen. Dan hebben we in ieder geval een goede afsluiting. En dan kunnen we vanaf deze kant ook weer gewoon een gang maken. Dat is wel handig. Nou, dit hoeft dat dan op zich nog niet. Maar dan kunnen we altijd nog... Natuurlijk, zoals ik al zei, uitbreiden. Dan hebben we hier nog een ruimte. Om voor die andere gebeuren te doen. Hier komt dan waarschijnlijk de postkamer. En dan hier de bibliotheek. Gewoon lekker naast elkaar. Oké, laten we maar gewoon gelijk gaan bouwen. En dan tot ongeveer hier, want dat kunnen we dan dadelijk nog wel eventjes regelen. Laten we eerst dit maar even doen, dus dan mag hier wel even dit. Oké, en dan ga ik nu eventjes de veilige omheining even neerzetten. Dat gaat wel heel wat kosten. Maar het is wel wat veiliger om te hebben. Maar we moeten eigenlijk niet hebben dat gevangenen gaan ontsnappen. Only closes during lockdown. Een road barrier. Dat kunnen we ook wel neer gaan zetten. Nee. Toch niet. Ik ben in principe niet echt handig.
deze die werkt niet op een of andere manier. Even zien. Dan moeten we die deurservels eventjes anders gaan neerzetten. Dus ja, deze die staat nog op omdat er gewoon een kistje voor zit. Deze moet ook even weg. Oké, ze zijn er nu ook weer bezig. Oh, dit hebben ze al klaar. Nice. Oké, dan gaan we nu even de stroomleiding en de, nou ja, water, dat hebben ze hier op zich niet nodig, lijkt mij. Misschien kan jij nog wat aan? Ja, niet veel, maar wel wat. En hoe zit het met jou? Ook niet echt veel meer. Dan verdelen we het gewoon een beetje, lijkt mij. Tot ongeveer hier. Zoiets. Even zien. Deurcirkel. Dat lijkt me eerder dat dat zo moet gaan zitten. Zou ik het ook niet weten eigenlijk. Met deze is dat altijd een beetje lastig. Misschien moeten we dan waarschijnlijk wel even zo neerzetten. Verbinden naar. In principe moeten we eigenlijk nog even een klein ruimtetje hier buiten gaan maken. Gewoon voor deze deuren eigenlijk. Eens even zien. Want daar hebben we ook nog een monitor voor bewakingscamera's voor nodig. Dus die moeten dan eigenlijk ook bij komen. Ja, we hebben hier toch nog ruimte voor. Dus waarom niet? Even zien. Doen we aan deze kant. Ah, ik denk dat dat te groot is. Zoiets, lijkt mij. Komt hier een. Nee, eerst maar even de fundering leggen. Dat lijkt me wel verstandiger. 11 bij 11, ja. Ik heb ook alvast wat. Dit van neer. Oh, even stroom aanleggen. Nou, daar lijkt het me wel aangesloten. Dan zetten we bij deze stroom, of dan zetten we hier ook gewoon nog een kastcentrale neer. Dan lijkt het me beter om deze voorziening gewoon hier te ontmantelen. Even gewoon ophouden deze dingen. Top. Is niet heel veilig op het moment, maar. Oh, er gaat weer één. Rip. Nou, dit doen we dan zo ook nog wel even.
Want dan zet ik hier buiten of zo. Of misschien. Nou, ja, kan ook wel binnen eigenlijk. Want zoveel ruimte hebben we eigenlijk helemaal niet nodig. Dus laten we gewoon binnen zetten. Oké. En dan zet ik hier de beveiliging gewoon bij. Oké, deursysteem. Die kan dan hier zo ook van jaren opgesloten worden. En een monitor voor de bewakingcamera's. Dan zet ik er gewoon iets van, ja, hoeveel? 4 neer of zo. Oké, verbinden. Oké, dan moet er natuurlijk van beide kanten een beetje komen, lijkt mij. Oké, dan kunnen we deze dan weer gewoon normaal dichtzetten. Zo te zien is de stroom nog niet aangesloten, dus dat ja echt op één puntje. Ah, scheisse. Gaan we ook al vooral een beetje bewakingcamera's neerzetten. Wat lijkt me logisch nou? Hier eentje. Hier eentje om deze gang een beetje goed te beschermen. En er is een tunnel. Oh, er zijn meerdere tunnels. Oh, fuck. Er zit er daar eentje. En dan hier. Hier ook nog eentje neer voor deze gang. Wat is er? Wauw. Ja, dat is kut. Ja, dat is dom. God, jezus. Dat is gewoon best... Hier eentje. Ik weet niet precies wat hier ook alweer zit, maar volgens mij zit de keuken. Zoiets. Waarschijnlijk wel iets anders bij. Ah, dus de personeelsruimte ook goed.
elke tunnel gegraven zo te zien. Hup, me er verwijderen. Nou, daar zijn we in ieder geval mee bezig. Dat klopt goed. Nou, hier is ook weer een tunnel. Zo, want we hebben nu best wel wat inkomen, dus dat komt helemaal goed. Oké, ik wacht gewoon even totdat ze allemaal een beetje verbonden zijn. Dan ga ik nu gewoon alvast hiermee bezig. Eerst even de ruimtes alvast goed indelen. Of ik maak het even wat anders. Want als hier dan een gang komt, komt dat dan goed uit? Dat is mijn vraag. Nee, dat komt niet goed uit. Oké, top. Nee, dit doe ik wel de volgende aflevering. Ik ga nu deze aflevering in ieder geval weer afsluiten. Ik hoop het leuk vonden. Geef een like op mijn kanaal. En dan zie ik volgende keer weer. Later.